De road to Rio die is lang geweest voor onze vier atleten. Onze coach tegenwoordig Nick Balus, die heeft ook samen met zijn atleten flink wat kilometers afgelegd. Je bent een frequent flyer. Ondertussen Nick, hoeveel kilometers hebben jullie zelf in vliegtuigen en op luchthavens doorgebracht? Ja, dat is een hele boterham. Dus we zijn vertrokken in maart. Dus hebben we naar Abu Dhabi gevlogen, dan Mooloolaba, Australië, New Plymouth terug, Gold Coast, daar hebben we dan de stage gepland en daar hebben we dus al vier wedstrijden afgewerkt. Dan zijn er nog een paar atleten doorgereisd naar Chengdu. Het zwemmen in Rio, dat kan een belangrijke rol gaan spelen. De triathlon is tegenwoordig natuurlijk veel meer de combinatie van de drie geworden. Je kan niet op één onderdeel er bovenuit steken, je moet alle drie goed beheersen. Ik verwacht dat bijvoorbeeld een Flora Duffy, die weten gewoon dat ze op de Spelen weg moeten rijden van Gwen Jorgensen. Anders is de winnares op voorhand waarschijnlijk al gekend. Dus in vergelijking met Londen is er veel meer initiatief tijdens het fietsen. Dus dat vind ik eigenlijk het grootste verschil tegenover Londen. Het fietsniveau is ook enorm omhoog gegaan, maar je ziet ook triathlon is eigenlijk nog een vrij recente sport op de Spelen. En stel nu dat duathlon olympisch wordt, dan gaat dat diezelfde evolutie meemaken, dat niveau gaat de hoogte ingaan. Ben je dan toch niet? Pour moi, je crois que une prestation d'un top 16 est réaliste. Comme Catherine me dit, le niveau est très dur et le facteur Gwen Jorgensen fait que la natation va vraiment aller à fond. Et comme on voit déjà plusieurs reprises dans le World Series, le vélo sera max. Et la seule façon d'échapper, et même hier, ils avaient presque, les filles avaient presque à Leeds, à la World Series, presque 2 minutes d'avance et Gwen Jorgensen est quand même revenue. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. Et donc pour moi, réaliste, je pense qu'un top 16, c'est-à-dire bien nager, rester bien avec le groupe en vélo sur un parcours difficile et vraiment donner un maximum en course à pied. Bij deze. We gaan door naar de mannen, Jelle en Marten. Ja, als de voorzitter spreekt van een top 8, jullie weten ondertussen hoe het is om in de top 8 te finishen. Ja, Jelle Geens, jouw beste resultaat op de Grand Final, zeg maar voor degenen die niet helemaal mee zijn met triathlon, het wereldkampioenschap van de World Triathlon Series. Daar heb jij vorig jaar de 8e plaats behaald. Geloof jij sindsdien van, dit moet ook in Rio een keer kunnen lukken als alles mee? Oh ja, als alles mee zit, is er veel mogelijk, denk ik. Maar in Chicago zat alles mee. Alles kwam samen op fiets, was ook een parcours dat mij lag met veel bochten en veel optrekken, wat afmattend was. Misschien een paar echte groei die iets minder waren. Ik kan ook een beetje wel een rol meegespeeld hebben. Maar er moet zoveel mee zitten, denk ik. En dingen die ik zelf niet helemaal in de hand heb. Omdat ik ben ook niet de zwemmer die mee van voor gaat zitten in de kopgroep. Dus ik moet al erop rekenen dat alles samenkomt. Je kunt natuurlijk je deel doen op de fiets, maar als er anderen niet mee rijden op de kopgroep, waar de Brownies waarschijnlijk zo hard gaan zitten rijden, dat het sowieso moeilijk is om terug te komen. Ja, dat wordt wel moeilijk voor die top 8 te doen, denk ik. Maar als alles samenkomt, is veel mogelijk. Maar ik zou voor mezelf, heb ik altijd in mijn hoofd gehad, de top 16. Dat er is in de triathlon. Wat ik denk dat dat wel gaat voor zorgen dat er een bepaalde dynamiek gaat zijn in onze wedstrijd. Omdat ook de andere atleten, Brownlees, Gomez, gaan dat weten. Dat die dat Mola zo snel loopt tegenwoordig. En ze gaan hem proberen om niet te laten terugkomen. En vanachter gaat Mola mee, onder andere dan Murray en nog een aantal anderen, wel terugkomen. Waardoor ik denk dat het wel echt een enorm zware wedstrijd gaat worden. Jij als goede fietser, je hebt je opleiding genoten in het Wezelse. Als pupil van Mark Hermans destijds, ondertussen een jaar bij Joël Filiol. Maar op een parcours als in Rio, dan denk je van Maarten van Riel op de fiets. Aanvalsplannen, Maarten? Of... Aanvalsplannen niet echt. Je moest wezelen voor niet zoveel heuvels vliegen eigenlijk. Maar... Nee, alleen, ik denk,
als ik kan proberen om eventueel met die met een kleinere groep voorop te blijven, dan ga ik dat zeker proberen. Maar allez, ik denk, ik ben nog een jonge atleet en ik ben ook niet de man die druk heeft om een medaille te halen. Dus allez, ik ga niet gelijk een zot zitten rijden en krachten verspillen in het fietsnummer. Ik ga een beetje toch proberen mijn eigen wat te laten meedrijven, natuurlijk af en toe werken. En zo proberen om een mooi resultaat te halen.